Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 13 oh alweer ja, van onze Bloodstone fans 5 the En uh, ja, vandaag gaan wij het level verslaan na nou, dat magma level. Ik zal eens even kijken welk level we gaan doen. Uh, new game. Oh mijn god, nee. Nee. Oh mijn god, we worden op de vast. Oh, 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 hier heb ik allemaal wat van gespeeld. Oh mijn god. Dit. Oh mijn god. Nou, nou dit, 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 dit wordt wat Even kijken. Goed. Um, dit is interessant. Wat wel. Dit is zo'n pijpding. Dus als deze draait. Dus de blondjes kunnen die kant op gaan. Die kant op gaan. Of ze kunnen allebei de kanten op gaan. Best falend. Um... Even kijken. Ik moet me even de strategie herinneren. Die ik van Jerome en heb geleerd. Volgens mij was het tweet van dark Monkeys. Ik weet het niet. Volgens mij. Um... Ik plaats er hier nog een. Ik kan hier dit raken. Even kijken. Um... Dan die. En die. Zo, oké. Okay. Nou, dit moet. Dit 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 wordt wat jongens. Oh mijn god. Huh. Goed, wel, back in the game. Um, Oké, okay, wel nog één. Nee, eerst upgraden. I want only the upgrades for my ninjas. Of nou, het eigenlijk dat max. Ja. Maar uh, ja, jongens, dit van dit Oké, de okay, um, advanced levels zijn redelijk moeilijk. Dus verwacht niet iedere uh, dag een Bloodstained 5 episode Dat probeer ik ook niet meer te doen. Maar verwacht gewoon niet dat ik vijf um, episodes van 5 per week upload. Ik ga denk ik nou iets van twee tot drie. Omdat het zijn redelijk moeilijke levels, dus ik ga ook sneller te holden. Dus um, ja, maar je zag het wel, dit ding draaien. Dus dat is. Kijk, dit bedoel ik... Oh mijn god, ze komen er nou wel door. What? What? Even kijken. Zo, nou, dat helpt denk ik wel. Ja, kijk eens even. Dat helpt. Even kijken. Als we deze dan ook nog upgraden, zo meteen, Dan zitten we helemaal gebakken. Even kijken. Ik wil even die upgraden, want wel dan kan hij dit raken. En dat komt enorm handig van pas. Um, ik denk dat ik hier ook een Spark Factory ga doen. En hier ook. Gewoon omdat ik bang ben. <laughs> Mijn god, ja, we gaan zo meteen gewoon een Spark Factory plaatsen. Nadat ik deze upgrade heb gekocht, die ik nu zo heb gekocht. En dan Glue Gordon, want dan maken de blondjes trager. En dan hebben deze lui meer kans om te raken. En het is handig. Dus, um, ja, even kijken, die plaats ik dan hier, denk ik. Moet ik even kijken. En wel, dan ga ik eerst, denk ik, hier een um, dingetje plaatsen. En, of, nou, nee, hier, denk ik, omdat wel hier heeft hij meer um, ja, area om um, spikes te droppen. Even kijken, zo, de glue gunner. Um, ja, show, plaats hem daar. Zet hem op strong, natuurlijk, moeten we wel doen. Um, helemaal omdat we hem nou ook nodig hebben voor de... Pff, welke tower, welke ballonnetjes? Camo's? Nee, Let, let, let below. ja, mijn god. Kom op, ik heb die upgrade nodig. Zodat ik met de spike factory kan gaan plaatsen. <coughs> dus even kijken. popcount count 0. Ja, dat is logisch. Hè? Huppakee. Zo. Nou, dan maak ik die dingetje trager. Heb ik die ook? Ja, die heb ik gekocht. De um, um, upgrade voor de. Um, ja. Langer zit van de blonnetjes, zou ik maar even zeggen. Ik heb er even geen woorden voor. Um, wat ook wel handig is, is als je hier allemaal Spike Factory in Want wel, dan kunnen ze dit stuk raken, best handig. Even kijken. Nou, uh, kan ik al die Spike Factory? Nee, maar je ziet wel dat de Glue Gunners ze nog redelijk traag maken. Zodat deze twee rakers eruit kunnen schakelen. Dat is erg handig. Oké, goed, hier even de spike factory plaatsen. Um, ik wil hem gewoon goed, dus daar. Oké, okay, en gewoon hier een en dan hier uiteindelijk een, zodat hij dit stuk raakt. En uh, dat zal ons echt enorm helpen, want als er gewoon een paar ballonnetjes doorkomen, dan uh, schakelt de spike factories uit. Hij heeft redelijk goedkoop upgrades, dus die zal ook enorm helpen tegen de moabs. Dus uh, ja, als we de spike factories goed upgraden naar moab um, uh, shredder, dan is dat, is dat, is dat ja, moab shredder, ik denk het, ik weet het niet zeker. Maar uh, ja, dan uh, zijn we vrijwel zeker van een, van een goede win. Tenminste, als de Moabs niet de ene en dezelfde kant op gaan, natuurlijk. Even kijken. Goed, nu moet ik even hier nog inkopen. Zo, nu voel ik mij in ieder geval een stuk veiliger tegen de blonnetjes. Even kijken, zo. En het voordeel is wel dat als uh, hij een kleiner area heeft, om. Um Spijker zijn te leggen, dat hij dan ook meer op die plek neerlegt. Bijvoorbeeld hier legt hij nou niks heen. Hij concentreert alles op dit plekje, dus dat is best handig. En deze concentreert nou alles over deze grote plek, dus ja. Dus even kijken, zie je wel, dan komen ze er wat door. En wel, dan kunnen ze ze uitschakelen. Ik ga voorlopig even de spijkerfactories niet upgraden. Ik heb eerst mijn uh, betere touws nodig. Dus ik moet, denk ik, um, echt iets gaan ondernemen. Uh, wat zullen we gaan doen, jongens? Oh mijn god. Um, Ninja, nee, dat, 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 dat wordt niks. Ehm um... Een bananenvorm. We gaan even een bananenvorm kopen. We hebben sparkfactories, dus we kunnen het redelijk uithouden. Totdat in ieder geval de sparkfactories uh, het beginnen het te verliezen van de blondjes. En wel, dan moeten we denk ik maar wat anders gaan kopen. Even kijken. Zo. Ik kom denk ik eerst twee farms. die upgrade ik uh, twee keer naar links. Gewoon om extra geld te verdienen. Niet om gewoon gek siekter te zijn, maar gewoon om het extra geld te verdienen. Waar we nodig zullen hebben om de sparkfactories te upgraden. En om meer touws te kopen. Wat ik wilde. Ehm. Um, um... Kloespletter van de. Clue Gunner hebben, want die helpt gewoon echt enorm. Jullie hebben waarschijnlijk geen idee hoeveel die helpt. Oh my god, camos. Really? Nou, nah, daar hebben we op, op zich geen probleem mee, want daar hebben we de Spark Factories voor. Dus ja, die Spark Factories zijn zo OP goed. Zelfs tegen de Led zijn die dingen OP. Dus even kijken, dit is ook wel lastig, want je kunt niet zoveel Forms plaatsen. Dus ja, dat dus je je muis heel veel heen en weer moeten doen even kijken. Hè? Nou, eh, uh... Oh god, ze komen er door. Nee, nee, nee. Oké, okay, we moeten. Nou, nah, dit, dit wat. Oh god. Schakel ze dan nou uit de zaal. Ibis Nou ja, zo. Heb, ik... ik koop er nog maar even een. Nee, Ronald, wat doe je? Je moet die upgrade kopen. Die is beter. Zo. Nou, kom op. Haal nog even een paar rondes. Oh mijn jezus. Oh mijn jezus. Nee. Nee. Dit bedoel ik, de zaal. Ze komen er nou wat door. Even kijken. Zo. Faster production. Daar kun je het gooien, jongens. Kijk, we hebben level 28, toch maar? Om nou welke wave eigenlijk. hè. Nou, dan krijgen we dat gescheckt ook nog bij. Even kijken. Ik koop in ieder geval uh, de vaste production. Zodat we in ieder geval uh, uh, tegen die blondetjes stand kunnen houden. Even kijken. Dan moet ik zorgen dat ik Ace heb. Deze upgraded. Banana Plantation. Dus even kijken. Ring, 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 ring. Banana Plantation. Banana Plantation. Iron Man. Voice crack. Even kijken. Zo. Goed. Die hebben we geupgrade. Eh, uh, zie je dat hele ding dat draait, is echt grappig. Goed, oh mijn god, dat had ik niet moeten doen. Oh, ik ben zo niet Oké, okay, kom op, nee, hou ze tegen, jij nee. Dombo ding, oké. Okay. Eh, uh, ik heb de clue. ik heb zo de glue nodig, oh mijn god. En dan moet ik denk ik meer towers gaan plaatsen, want dit lijkt gewoon helemaal nergens meer op. Ho, oh, oh. ho, genereer nog meer spikes dan, schiet Misschien nog op. Als ik zo, ik moet meer monkeys hebben. Even kijken, zo. Kan hier nog een monkey? Ja, hier kan nog een monkey. Oké, okay, hup, hup. Uh, zo. op mijn god, camo's. Houden oh, we wel stand tegen. Ik ga geen um, uh, ja, dungeon monkeys upgraden voor camo's. Want wel, daar houden we deze enorm goed stand tegen. Als je tenminste goed upgrade. Even kijken, ik ga gewoon nou deze upgraden. En ik upgrade, denk ik, eerst naar deze. Zodat hij uh, sneller gaat produceren. Het <laughs> klinkt best wel uh, En deze ook natuurlijk, en dan gaan we wel de biggest stacks doen. En dan ga ik echt aan towers besteden. Want wel, dit lijkt me gewoon de beste strategie omdat Spike Factories de beste goedkope towers zijn die je kunt krijgen in principe. Dus um, je hebt de bakken neer na, na, na dan natuurlijk. Maar, uh, we hebben geen water, dus dan moeten we de bakken neer in godsnaam. Even kijken. Um, het is een riool, dus misschien. Nee. Oké, okay, zo. So, um, ik heb hier plantations nodig. Even kijken, wat is dit dan? Glue suits. nee Ik moet deze hebben denk ik. Dan kan ik wel, ja, nog wat towers verkopen, maar ik heb die wel nodig. Dus ik, ah, ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ik moet eerst een paar gewoon goed, goed gaan gereden Ik heb nog even een extra blender voor hem geplaatst, omdat het wel eens zal gewoon enorm handig verpas komen. Ik denk dat ik nog even een extra monkey moet plaatsen, om oh God ze komen er door. Oh Jezus, het is niet de goed. Ijsblonden. Ik moet echt wat tegen de camos doen, want ze komen er zo snel aan. Even kijken, kijk. oh ja, more up Shatter, um, deze upgrade uh, laat ze ook wat faster produceren, dat weet ik toevallig uit ervaring. Kijk, nu gaan ze dus allebei de kanten op, dat is dus even het um, alleen onder het gras wat je echt in de gaten moet houden. Even kijken, nou, wat, 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 wat kunnen we kopen? Uh, bo bo bob Towers, ja, Bob Towers, even kijken. Ik zet er hier neer, even kijken of ik die hele Bob Towers vergeet, die, jongen. Goed, uh, welke ronde zijn we? Oh mijn god, het dus gaat nog wel even duren, zo, zo, en uh, die... Zo, bigger bombs kunnen we dan gebruiken. En dan moet ik deze hebben. Kom op, kom op, kom op, oké. Okay. Zo, yeah, schakels uit. Goed, zo. Uh, hier nog even één. Zo, want wel, ze hebben het meeste profijt in die cirkels hier. Dus ja. Ik kijk, strong, meer range. En dan de clusterbom. En dan nog de clusterbom. En dan deze. En dan deze. Zo, kijk eens even. Moet ik hier nog wat van neerzetten? Ik ga die plek gewoon volspremmen met die dingen. Even kijken, plaats ik er hier nog één. Gewoon. Zodat ze het meest profijt hebben van een clusterbomb ability. Even kijken, het zal wel handig pas komen. Zo, die nog. Die nog. En dan die. Kijk eens even. Ik ben echt geconcentreerd op de game. Ik wil niet verliezen. Even kijken, zo, nu komen we tenminste ergens. Even kijken, ik zet er hier nog één, neer. Oh mijn gaat. Nee, nee. Nee, 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 nee. Ja. Heel leuk en aardig. Ik moet wel. Monkey Apprentice. Ehm um, ja. Die, die, die. Zo. Ik moet wat tegen die, die dingen doen. Dit lijkt gewoon nergens meer op. Even kijken. Monkey Apprentice. Zo, Lightning Bolt. Zo, in ieder geval dat ik een goede backup heb tegen die camo's. Want ik heb het geld niet om Monkey Villages en, 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 en andere ratsoys te kopen zoals... Uh, die ability. Die granar ability. En dan ook nog een super monkey erbij. Dat heeft gewoon allemaal geen zin. Dus gewoon de trekkers bereft, Nou schakelt hij die camel balloons wel uit. Dus nog kopen we de fucking twee. Strong die, die. En dan die. Even een big bomb. Kom op, kom op, kom op. Nou, die monkey-upreddies zou het aardig voor elkaar hé. Hey. Mijn god, moet je kijken. Wat een bush. Wat een bush. Zo so, die. Kom op. Zo kunnen we al upgraden naar de mob Nee, nog niet. Dat gaan we wel doen. Dan hebben we tenminste een, een uh, goede backup. Oké, okay, nou, nou kregen we het recyclen aan, de, aan, de, aan de haar moabs. Hallo, die heeft snel die moab uitgeschakeld. Goedemiddag. Dat ging goed. Even kijken. Oké, okay, oké, okay, schakel uit. Nou, dan kregen we de led alweer. Of naar de camos bedoel ik eigenlijk. hè. Kijk, ik heb die nodig. Eze Oh, we ook kunnen een um, supermarktje hebben. Nou, daar doen we niks mee. Ik heb Ace de moab shadow nodig. Want deze schakelt dus in eentje. Een complete komt dit de moab uit. Dus ja. Een normale Moab, zo'n kleine zet, dus blauwe zet, niet zo'n grote rode. Daar heb je echt wel OP, uh, veel van die dingen voor nodig. Even kijken, en ik ga proberen om uh, eentje ook deze uh, upgrade te laten kopen, Spike Storm. Want uh, die legt over het hele track spikes neer, dus als er bijvoorbeeld een Moab komt, dan leg ik die er gewoon neer voor wave 50, denk ik. Ik moet even kijken of ik dat haal, even kijken welke wave, 49 dat is de laatste, uh, is de één na laatste wave. Kom op, ik heb die nodig, oké. Okay. Goed. Zo, nu zitten we in ieder geval goed qua moabs. Nu wil ik nog even wat extra uh, bobtouws kopen. Die ik even ga upgraden naar, um, naar deze kant. Zo, dan hebben we in ieder geval de moab maulers. in ieder geval de moabs uh, veel damage uh, krijgen zo. Dan koop ik er nog even een zo. Gewoon voor de sake. Ik vind het strong. 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 Dat is onze hele overview, dus ja. Even kijken. Ik moet zeggen, dit is volgens mij de eerste keer dat ik dit level versla. Dus Nee! Kut, kut. Nee, nee, nee. Oh, mijn jezus. Spikes. We gaan alleen maar kan. Ik ben alweer mee bezig. Schakel dat ding uit. Schakel dat ding nou uit. Nee. Oké. Okay. Oh, god. 50 levens. We hebben 150 levens weggehaald. Nou, verloren eigenlijk. Nou, goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was weer spannend, maar goed. Ik ga jullie even vragen om als je het leuk vindt een like achter te laten. Even te subscriben, mij even te volgen op Twitter. Want het helpt allemaal gewoon enorm met volgen op Twitter. De likes, de comments, de uh, subscribers natuurlijk. En ja, dan ga ik tegen jullie zeggen. Tot de volgende keer, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie weer te zien met meer Blooster fans 5. En ik spreek jullie later. Later mensen.